De Bond van Leraren, BVL, heeft gisteren zijn medeleven getoond bij de uitvaart van de overleden leerkracht Lucille Wils Engelhardt. Dit heeft de Bond gedaan middels een stil protest. Wils Engelhardt kreeg vorige week vermoedelijk een hartaanval na een felle ruzie met een ouder van een leerling van de Stichting Aloysiusschool. Volgens Reshma Mangre, secretaris-generaal van de BVL, was de actie bedoeld om een duidelijk signaal te geven aan de gemeenschap. In het bijzonder de ouders dat zij moeten afblijven van de leerkrachten. Mangri zegt dat zij niet aan de kantlijn zullen blijven staan om toe te kijken hoe het goed misgaat in ons onderwijs. We maken de laatste tijd al te vaak mee dat leerkrachten worden aangevallen door ouders. We hebben laatst nog meegemaakt dat ouders naar school zijn gegaan en leerkrachten afgedonderd pak slaag hebben gegeven op Hannaslus, op Geiersvlei. En moet dit zo verder? Vandaag is er een dode gevallen. En moet dit zo verder gaan? Hoe moeten we dit oplossen? En we zeggen, we kunnen als vakbond niet zeggen, we zwijgen als het graf. We moeten nu ons stem laten horen. Dus u moet deze actie zien als een signaal dat we afgeven naar die gemeenschap om te zeggen, genoeg is genoeg. Ouders moeten weten tot hoe ver ze kunnen gaan. Mangri zei verder dat bij het overlijden van iemand de familie in rep en roer is. Dat moet gerespecteerd worden. De BVL wilde echter op gepaste wijze haar stem laten horen. Wij hebben daarom voor de dag van de uitvaart gekozen en niet gelijk na het overlijden van de leerkracht, zegt Mangri. Nou, we gaan het heel gepast doen zoals ik het eerder zei. Er zijn borden, we gaan dat heel rustig doen. Het gaat om een begrafenis. Maar dat we toch de aandacht van de samenleving trekken om te zeggen, we kunnen niet aan de kantlijn blijven staan en kijken hoe het goed fout staat. Want we willen niet dat er nog een dode valt. Dus we willen de aandacht van de mensen en eigenlijk die bewustwording van de gemeenschap van iedereen heeft kinderen. Iedereen kan best wel eens oneens zijn met de klassenjuf, maar laat dat op een correcte manier gebeuren. Zodat we niet onnodig onschuldige mensen de dupe van laten worden. Reshma Mangre, secretaris-generaal van de Bond van Leraren. Zij sprak gisteren tijdens een stil protest die de Bond heeft gehouden bij de uitvaart van de overleden leerkracht Lucille Wils Engelhardt. Bernice Terbeek, voorzitter van de Katholieke Onderwijzersbond, KOB, was niet blij met de actie van de BVL. Zij vindt het moment ongelegen, omdat het volgens haar niet gepast is dat er wordt geprotesteerd terwijl de overledene nog begraven moet worden. De KOB-voorzitter gaf aan niemand te beletten het terrein op te gaan. Maar voor haar was het een schoolaangelegenheid. Wat voor actie? Wat voor actie? Even, wat voor actie? Ik weerhoud niemand hoor. Ik weerhoud niemand. Het zijn kinderen en ik wil niet. Het zijn leerlingen die hun leerkracht voor het laatst nog willen groeten. Laten we de leerlingen de ruimte geven om hun leerkracht te groeten. En dat betekent dat niemand naar binnen mag? Maar waarom zou iemand nog meer naar binnen moeten gaan? Het is terrein van de leerlingen en geen terrein van andere mensen. Kijk, de collega's die maar samen met de overleden hebben gewerkt zijn hier. Ik heb begrepen van de secretaris van... Solidair waarmee? Met het leed van de leerkracht. Het leed van wat? Van de leerkracht. Ik geef me alleen maar om te lachen, serieus. Wat is er zo lachwekkend dan? Goed. Ik zeg u nogmaals, laten we de overledene de ruimte geven om naar haar laatste rustplaats te gaan. Laten we daarvoor respect hebben. En als u als media respect heeft, dan accepteer ik het. Laten we daarvoor respect hebben. Bernice Terbeek, voorzitter van de KOB, die niet te spreken was over het feit dat de BVL als een stil protest hebben gehouden bij de Sint-Aloysius School voor de overleden leerkracht Wils Engelhardt.